Ik wil even alle mensen met de sleutels ervoor hebben. Die aan de tour hebben meegedaan. En die wil ik even bij me hebben. Dat was het verhaal, ja. Ik moest prijs uitreiken. De spanning stijgt. Zitten ze in de bloes? Ja, hoor. Die stikken, hè? Ja, maar dat komt er voorbij staan. Die wel. Dat 6, hè? Burgemeester. Hoeveel? Ik heb er 5. Slechts 5. Hij kan te laat, hè? Hoe kan ik daar? Ik was wel kwijt. Ik was wel kwijt. We waren nog niet begonnen, was hij er al één kwijt. Zo erg was het. Zo erg was het. En... Ik heb er 6, maar er waren geen sport- en onderwijsvragen. Ja, gelukkig. Dat is ook niet leuk. Ook 6. Och, Marleen. 6. Oh, dat wordt nog wat. 8. Ja. Ja, maar 6. Ja. Ja. We hebben een probleem, hè, met 6. Moet je dan We hebben nog een reservevraag. Hoeveel inwoners heeft de Mors? Kijk, wij weten het wel, hoor. Dus dat wordt dan de tweede prijs. Want het zijn er 11.299. Het derde prijs. Weer winnen de vrouwen in ons college. En hier de derde prijs. Dankjewel, Pas. Namens de organisatie van de college tour. Een waardebon bij Deksels. Deksels, sorry. Ja. Dankjewel. Mij is het zeer goed bevallen. Het weer was uitstekend. En het is ook prachtig om op zo'n manier kennis te maken met de stad. De plekjes waar je niet zo vaak geweest bent. En de plekjes waar je al heel vaak geweest bent. En op al die plekjes werden door betrokken bewoners hele leuke verhalen verteld. Verhalen over dingen die goed gingen en verhalen over dingen die wat minder goed gingen. En dat is eigenlijk wel een hele prettige manier om daarmee in aanraking te komen. Wij zitten natuurlijk heel veel op het stadhuis. We komen ook best veel op plekken in de stad. Maar dit is wel een hele prettige manier om eventjes een hele mooie overzicht te krijgen van datgene wat er in zo'n deel van de stad speelt. En eigenlijk zijn we er wel hartstikke trots op onze stad, dat er eigenlijk zoveel betrokken bewoners zijn die op zo'n manier met hun eigen omgeving, hun eigen wijk bezig zijn. Dat vinden wij echt fantastisch. En dat hebben wij vandaag maar weer gemerkt. En ik hoop dat we de komende tijd in Leiden datgene wat we de afgelopen jaren nog wel een beetje met elkaar hebben opgebouwd, dat we voor kunnen zetten. We zijn met elkaar Leidenaars. We horen met elkaar te werken aan het welzijn van onze bevolking en onze wijken. En als we dat met elkaar dat we dat met elkaar vol kunnen houden, daar gaat het om. En natuurlijk gaan er dingen mis. En zorg er nou voor dat als er iets misgaat, dat je dat met elkaar kunt oplossen. Want op zo'n manier werkt het een heel stuk beter dan met elkaar gaan zitten chagrijnen. Daar heb ik vandaag helemaal niemand van gezien, van die mensen die zitten te chagrijnen. En dat wil ik graag zo houden. Dank jullie wel voor iedereen die zijn bijdrage eraan geleverd heeft. Alle bewoners, de mensen van de gemeente, Chrissy ook, heeft heel veel complimenten gekregen. En geniet ervan, ik neem mijn eerste hapje.